Waarom heb je je verplaatst in de mannelijke lust of de mannelijke seksualiteit? Omdat de aanleiding, ik wilde altijd al een roman schrijven waarbij dat verschil en tussen liefde en lust een thema zou zijn. Maar ook, zeg maar, ja, nogmaals, het samenvallen. Was de aanleiding om het boek te schrijven en was een heel interessant moment. Omdat ik was eigenlijk na mijn roman Vervlochten Grenzen, wat toch nog altijd een duidelijk Indisch boek is, en waarvan ik wel dacht dat het een afrekening was, dat dit het laatste boek was, kwam er toch daarna weer een idee voor een Indische epos. En daar was ik mee bezig. En ook had ik ook daar al veel langer aan gewerkt, dus dat pakte ik eigenlijk weer op. En dan zag ik weer nieuwe invalshoeken om het nog beter te kunnen vertellen. En dat is eigenlijk, het idee was daar het wat elke migrantenfamilie overkomt. Hè. Dus eerst de hechtheid, omdat je als migrant dat ook harder nodig hebt. En met elkaar. Ja, met elkaar. En dan dat verspreiden en ook dat die speelweg is en wat er dan gebeurt met zo'n familie die uit elkaar valt. Over de hele wereld vaak. Omdat als je eenmaal migrant bent, dan reis je ook makkelijker weer verder door. Immigreer je weer makkelijker. Nou, dat vind ik nog altijd een interessant thema. Daar heb ik al heel veel voor geschreven. Maar tussendoor kwam het non-fictieboek, Als je man verandert. Dat ik gevraagd was door uroloog Paul Keel. Naar aanleiding van het feit dat mijn man prostaatkanker heeft gekregen 8,5 jaar geleden. Om samen een boek te schrijven, daar heb ik heel lang over na moeten denken. Heb ik uiteindelijk gedaan, omdat ik dacht, ja, dat boek had ik eigenlijk ook wel willen lezen. En dat was dus een uitstap die ik moeilijk vond, omdat ik helemaal niet non-fictie wil schrijven eigenlijk. Dat heb ik ooit gedaan en dan heb ik het streep eigenlijk ondergezet. Maar, er is veel research voor nodig geweest. Ik heb met erg veel mensen gesproken en die met prostaatkanker te maken hebben gehad. En wat gek was, ik schreef dat boek, maar en dat heb ik echt zo met heel mijn hart gedaan. Het belangrijk is om voor mensen die mee te maken hebben, hè, om die informatie te krijgen. Vooral die emotionele informatie. Maar ook de technische informatie gecombineerd met die emoties die je te wachten staan. En in elke fase. Toen merkte ik dat het toch gek was dat in al die gesprekken de lust zo weinig te sprake kwam, ook al heb ik dat opgeroepen. En ik kwam wel te sprake, maar hoe gemakkelijk we uit liefde voor de partner de lust opzij zetten.